Wel vragen ze gezond zijn, hè? Goedemorgen. Ik heb het uit de koffie komen drinken. Ik heb kusjes bij. Er gaat kusjes bij en waar was de reden? Ik ben van het programma op de koffie bij. Dat mag. Ja? Ja. Ik moet wel eens vragen of ik ben jij gezond? Dus waar je niet voor? Zover als wij weten is er niks aan de hand. Oké. Okay. Ik hoest wel ook, maar ik rook. Oh, oké. Okay. Ook een rode grote maag komt. Ik kom maar eens op de koffie. Ja. Ik denk, we moesten nog een adres hebben in de leer. Want we hebben... komen er vanaf. Van zomer, hè? Oh. Heb ik het programma helemaal nog nooit van gehoord? Nee, want ja, wij kijken eigenlijk nooit televisie. Het is ook niet televisie. Oh, het is gewoon op... Het is gewoon een streekprogramma, gewoon vanuit zomer, hè? Op de koffie. Het is meer zo als je man bij het hond of zo. Ja, zoiets. En ik heb... Ik heb al jarenlang zitten dubben. Ik denk in Zummer en Umstreek hebben wij ook best leuke, mooie dingen. En aangezien dat ik in ieder geval een suikerwaar geweest, reek hier de straat, want ik ken hier Peer Kortoms. Ik weet ja, Peer Kortoms ken ik. Is een oud collega van mij. En toen zag ik hier aan de buitenkant het huis. Ik denk, dat is fantastisch. Dan moet ik op de koffie. Dat is goed. Dus, met deze. Ja, nou dan. Ik heb tijd, dan ben je koffie drinken. Ik was net van plan koffie aan te drinken. Kijk. En sowieso. Koffie drinken, dat kan hier altijd, hè? Nou, dan doen we dat juist. En dan, nou ja, goed. Is het hier al uitnodigend, hè? Ja, maar goed, dat is al dadelijk. Het is nog te vroeg voor een biertje, maar dan moet u vanavond terugkomen. Kijk, Geert, hier een tap bij erbij zijn. Nonde, joh. ik hoor maar, ik ga me nog heel veel vertellen dadelijk. Dat zie ik al aan. Ik kan me van alles vertellen. Nou. Ik hier heb wij. Doe eens koffie? Doe eens koffie, kom. Annie, ja? We hebben koffiegasten. Een beetje hetzelfde als van man bij ons. Maar dan van zo. Goedemorgen. Dit is ons Annie. Dank. Ja, ja. Mag ik even? Ja, ja. Annie is van Zummer, hè? Dus, ja, jouw mensen, ik ken het niet, wij zijn van op de koffie bij. Ja, ze hebben ook bij de pannenboer geweest. Ja, dat klopt. Heb ik gezien op Facebook. Ik wou gaan net op de melk kijken en weten uit elkaar gezet. Ja. Maar ik ook buiten zitten. Ook gaan buiten zitten. Ook doe. Mag ook. Doen we. Nou, dan mooi de mogelijkheid om ver uit elkaar te zitten hier. Ja, wel, hè? Ja, het is, ja wat ja, dat betreft is het natuurlijk. Ik heb even vragen, kan de muziek uit? Want ja. Die kan ik niet uitknippen. Koffie allebei? Of, ja, graag. Mag het zijn zo zijn? Of die van gewoon? Ah, bij koffie is. Ik ben alle koffie gewoon. Oh. Ja, dan mag ik zien bij de pannenboer. Ja. En die pannenboer is daar? Ja. Oh, daar ben ik geweest. Ja. Nou, toevallig hebben we vanmorgen over en dat filmpje hebben we in 3 delen geknipt. En 1 deel is bekend al 14.000 keren bekeken. Ik ga het nog gaan. Ja. Zeg maar, bij wie zijn wij hier eigenlijk? Je bent hier bij Jan van den Elzen en ik woon al 15 jaar hier in Lierp en ik ben in 1984 in Zummerkop gewonnen vanuit Keldonk. Oh, vanuit Keldonk, oké. Okay. Vanuit Keldonk, daar ben ik geboren, maar daar ben ik op mijn 26e, dus ik heb meer tijd in Zummer en Lierp gewoond. Dus jij bent er jouw vrouw richting deze kant uitgekomen? Dit is mijn tweede vrouw. Oké, okay, ja, dat kan. Ja, nee, die komt van de Slieven. Ja? Dat is altijd gewoon, daar is ze geboren. En die ook, ja, dat is die altijd in Zummer geweest. Dus, Ah, zo. Ja, en jouw, wat is jouw beroep? Of? Ik ben mijn hele leven een stukje door geweest. Stukken door. Nou, daar moet ik heel eerlijk zeggen, dat kan ik eigenlijk niet zien. Dat kan ik hier niet terugzien. Nee, want toen ik hier langskwam, ik denk, wat bijzondere kazijnen, deuren. Ik zag de elektriciteitsleiding lopen, mooi gemaakt. Ik denk, goh, hier moeten wij een keer op bezoek. Dan heb je toch wel goed opgelet. Ja, nou ja, ik ben van de toch details. Wel daar over details hoor. Ja, dat heb ik, dus vandaar. Maar nou ik hier, toen jij ons binnenliet, als ik dan de rest zie, ja, geweldig.
Jawel, ja. Hout is mijn liefhebberij, hè. En vandaar waren we dat stukje door geweest? Ja, maar dat heb ik ook elke keer gedaan. Ah, oké. Okay. Ik heb altijd mijn liefde en plezier een stukje door. Als je nou niet meer doet, dan zat te slijten in het lichaam zo, hè. En... Dus je bent eigenlijk afgewerkt? Ja, maar ik doe nog van alles. Maar een stukje door doe je niet veel meer. Dat kan niet meer. Dat is te zwaar. Maar had je dat als zzp'er of als eigen bedrijf? Ik heb 25 jaar bij een baas gewerkt en 20 jaar bij mijn eigen. Oké. Okay. Ja, die 25 jaar bij een bas werkte ook voor weigen natuurlijk, maar... Nee, dat snap ik. Maar ja, ik heb een stukje gehoord en ik heb altijd heel veel die lijsten gemaakt. Oh, het speciale werk? Ja, daar heb ik altijd een bedrijfje in gehad. Okay, ja. Maar daar heb ik inmiddels van de hand gedaan. Dus nou doe ik zo wat klusjes en... Ja. En die huis had ik eigenlijk gewoon als van een vreemde gekocht? Nee, dat was een oom van mijn ex. Okay. En daar heb ik dat van gekocht. Het is vroeger in een winkel geweest. Nou, wie het zegt, inderdaad, ja. Dat was vroeger van Welte. Ja. Willem Welte. Ja. Die hadden van alles wat volgens mij. Nee. Ja, die hadden potten en pannen en verf en speelgoed en spijkers. Ja, je weet wel, dat was een winkeltje, daar kwam iedereen. Hè. En wat heeft jou gebracht? Daartoe gebracht om dit te maken? Want ja, elk hoekje, kantje wat ik hier zie, is in mijn ogen bijzonder. Ja, ik wil overal een beetje een tafereeltje van maken, hè? Ja, dat, hè? Een eigen tintje dan geven. Ja, kijk, zo'n afdak, ja, daar begin ik aan en ik heb wel een plan, maar gaandeweg groeit dat, hè? Dus, ja, ik zie hier de dakgoot. Ja, dat is van de buren. Oh, dat is van de buren. Oh, dat heb ik even voor hun uitgetekend. Want... Nou, daar ben ik ook een beetje mee aan het klussen. Ja, ik kwam hier aanrijden en toen zei ik al tegen mijn maat, ik zeg, goh, is dit toch niet de stijgers, want dat kun je niet uit hebben komen natuurlijk. Nee, dat was bij de buren. Kijk, ik heb geredeneerd, ik heb veel rondgekeken en ik heb al goed in orde gehad in die oude museum, zit dan ergens in Arnhem. Ja. En daar keek ik dan rond en dan zie ik eigenlijk dat ze het maakten met geen wasse hand. Ja. En dat heb ik hier ook geprobeerd. En Annie die brust zich, die vindt het allemaal goed of die helpt het nog mee? Hoor. Oh ja, die hier hard gewerkt, godverdorie. Ja. Kom er maar bij, hoor. Die hier hard gewerkt, die hier misschien wel het hardste gewerkt. Ja. Maar, dus je doet veel samen, dus jij komt ook een idee, Annie, dat je zegt van, oh, dat zou ook nog wel kunnen, of... Nee, dat niet zozeer, hè. Ja, we overleggen wel, ik heb een plan. En dan is het altijd een beetje moeilijk, zou ik maar zeggen. Om het uit te leggen aan ons Annie, hoe dat dan hier worden. Ik heb dat een beetje in mijn kop zitten. Ik heb geen beeldvorming daarvan. Hoe dat en dan, ja, dat is natuurlijk ook half veel bovenin de bol, denken. En dan op een gegeven moment zie ik het allemaal klaar voor natuurlijk. Ja. Ja, ik ken dat wel, ik herken dat wel. Ik zie dat daar op die deur, die binnensluiting, die zit ik ook helemaal zo af handgemaakt. Dus ja. Wel, ja, eigenlijk, ja. Het is maar gewoon een beetje aanmodderen, zeg ik zo, weet je wel. En dat ja, wel en dan sommige dingen moeten ten uitval van ook nog goed maken, denk ik. Ja, maar je kan het ook al nog een keer afbreken, dat weet je ook. Ja, ja. Jij hebt dan samen tijd zelf. Hey, ik heb een lekkere kuksje bij van een bakker. Oké. Van een bakker ook nog wel. Ja, hey, echt kuks, hè. We komen niet om, hè. Kiekers, een spekklasje. Ja, daar zijn we ook erbij, hè. Ja. Ik vat het zelf. Geert, jij ook in, jongen? Ja, dankjewel. Maar ik heb wel inderdaad hier in Lierk wel heel veel bekijks gehad. Ja. Toch wel een mogelijkheid gevolgd van wat ik allemaal aan het doen was. Dit komt dadelijk op Facebook en YouTube. Dus ja, daar kreeg wel bekijks. Maar zoals ik daarvoor binnenkwam, ben ik ook van plan om er eigenlijk een museum van te maken of iets. Ja, dat is het eigenlijk al een beetje, hè. Ja, ik heb thuis al iets aan en ik denk, dat zou je ook wel willen. Dat weet je niet. Nee, dat. Dat is nergens van mijn opa of mijn opa, een houten katrol die zo'n schuur te bedoelen. Oh ja, dat is mooi. Ik ben bijna van plan dat je zegt van nou, ik wil dadelijk bijvoorbeeld in een halve dag in de werk voor een klein groepje open zijn of zo. Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Het is ook allemaal nog... Het is nou eigenlijk pas... Net klaar. Van de winter heb ik dat hier in die winkel, dat noemen wij altijd nog de winkel. Die winkel hebben we dan mooi een beetje opgeknapt. Ja, ik hoop dat we daar een rondje mogen maken. Ja, dat mag jij. Ja. En de tuin, even dragen met een mooie muur. Dan heb ik wel net de was niet aan. Ja. Dat geeft niks. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Wat raakt er een mooie meulen staan en een huisje. Heb je ook zelf gemaakt, de meulen? We hebben nog wat gezegd hier, jongen.
Dus hij, ik gok gewoon zit er ook. Ja, nee, dat ben ik ook. De baas eigenlijk ook niet meer in deze tijd. Nee, gewoon ook. Nee, dat ben ik juist. Ik kon het liefst stoken nog een goede sigaar aan, maar dan kan ik bekend niet meer praten, want ik moet veel hoesten willen. Maar dat doe ik ook af en toe nog wel. Moet dat ouderwetse huske voorstellen hier? Dat was het vroeger wel. Oh, dat was het huske. En daar wil je ook wel van maken? Of? Nee, er is een tijdje de kittel gehangen. Okay. Maar dat hangt nou hier allemaal binnen, maar dat is nou een beetje een beste hok, hè. Is natuurlijk wel mooi, dan moet er een haakje in komen. Ja, daar zit er geen in, maar dat kan eigenlijk altijd nog. Hey, maar dat op een beetje zakjes aan buiten leven, zie ik wel, een keuken of een huis buiten. We hebben een half jaar buiten geleefd toen we hier van weg tot november. Dat kan veel. Ja. Hey, ik ga toch even terug in details. De elektriciteitskabel die je door, die heb ik allemaal die klus zelf gemaakt. Ja. Oh, bedoel je. En dan zie ik die grijze kabel is VVK en die zwarte kabel. Die hetzelfde, maar die komt van Frankrijk. Wat mag ik zeggen van? Goh. Die zwarte kabel die kan ik hier niet aankomen. Maar toen ben ik eens in Frankrijk bij vrienden van mijn hebben daar ook een oude huisje. En toen zag ik hier in de winkel liggen. Ik denk, goh, die vat ik. Nou, dan had ik eigenlijk een paar rollen meer moeten vatten. Ja. Ik denk, nou zie jij het verschil, maar de meeste mensen letten er niet op. Nee, ik ga liever zwarte aantrekken. Ja, dat snap ik. He? Maar die kon ik hier niet aankomen. En die zwarte die is ook net iets stugger. Dus ja, die kan het dus wat meer vuur. Die kan een beetje plooien. Ja. En dan gewoon een fitting eraan, nou, dan moet eigenlijk naar een porseleinen fitting zeggen. Ja, maar ik kom wel eens eerst op een merkje en dan veranderen. Ja, je hebt het niet zo, het liefst niet zo kopen. Je hebt het liefst eigenlijk een beetje bij elkaar zuurken. Dus eens kijken wat je hebt. Ja. Dus je hebt ook nog wel eens een rommelschuurtje dat je hebt. Ja, nou op het moment heb ik niet veel meer zitten, dat is hier raar eigenlijk. Ik heb van week opgehaald. Ik heb van week best een keer goed. Ja, want ik zie hier dus ook toch, dat is het koopstelletje. En dus je gaat wel veel merken af. Ja, internet, hè, dat kan ook. En internet, ja. Marktplaats, hè. Ja, Marktplaats. Je hebt, ik zag één Aarden in Aasten, die heel voor de website als zijn de. Ja. Ja, daar loop ik ook wel eens binnen bij de kringloop. En zo heel af en toe dan ligt er wel eens iets. Ja, vaak de betere dingen zijn dan vaak al heel weg. Ja, dat wel. Maar inderdaad, en je ziet tegenwoordig, ik weet niet of jullie op Facebook zitten, maar je ziet op het moment, er schijnt een huik te zijn, de weggeefhoek. Ja. En omdat die kringloopwinkels dicht zijn, zijn er ook veel mensen, ik heb laatst bij iemand ook iets gehaald, en er waren de ouders, de schoonouders van die storen, en zij was alles aan. Alles zetten zijn in groepjes op marktplaats, weet je. En dan komen je inderdaad als ooit leuke dingen tegen. Maar dat is een goed initiatief, hè? Als je zeker te weten. Ja. Stokhout hebben wij ook bijna altijd via de weggeefhoek. Ja, mooi. Ja, dat zie ik ook wel opstaan. Voor de buitenkamer, buiten de stoken zo. Ja. Wij stoken echt, als wat kouder wordt, zo stok ik de kachel aan. Maar ik heb nog nooit een houthoek gekocht. Nog nooit. Maar ja, ik ben niet veel van huis af volgens mij. Je bent niks anders dan hier bezig dan. Ja, maar nou ben ik wel voor het Nederland. De grote dingen zijn klaar. Ja, nou komen de he, want nou heb ik hier voor dit jaar dan een keer jaar. Stoep eruit. Er zat een oude stoep in. Dan kon hier in Lierop geen man herinneren dat dat ooit anders is geweest. Oké. Okay. En die hebben het toch uitgegooid. Ik ga van die lompe grond in. Ja, en ze vinden het allemaal hartstikke schoon. Maar ja, ik was er altijd een beetje huiverig voor, want die mensen waren nou helemaal gewend om hier altijd over de stoep te lopen. Hè? Ja. Dan kan ik er wel gewoon een draad spannen, maar ja, dan breken mensen in de nek. Maar, ja, dan is Lierop in zijn groot net daar, ik ga Lierop op hun nek. Ja, wat jij bedoelt. Nee, maar ja, dan komt dat van vroeger uit hier altijd geweest. Hè. Het is altijd werkplaats geweest, winkel. Dus vroeger is het timmerwerkplaats geweest. Hè. Hier in Lierop heette die mens die heette, van der Schouw, Jan van der Schouw. Van der Schouw is wel hier op zijn naam. En dat was Jan van Vrieten. Oké. Okay. En die deed hier, dat was een timmerman, die deed al die lijkklusjes hier in Lierop, die deed karren maken, maar die maakte ook doodskeesten. Hier ging vroeger ook volgens dan de doodskeesten. Ja, ze stonden in de kamer gewoon, zeg maar zien. Ja, misschien dat ik daar ook nog wel eens een paar van maken, dat kan ook. Ja, dat was gewoon zij. Ja, ik kan het wel maken en dan maak ik er nou een boekkast van. En toen, nee, maar ik vind het wel zeer bijzonder. En eigenlijk het huis op zich heb ik niet veel aan gedaan. Ik heb eigenlijk niks veranderd, geen wanden eruit gehaald of bijgezet, of één hier.
En ja, het is, ik heb het weer opgeknapt dat er een tijd tegen kan. Zo is het. Nee, ik kap erop. Ja, ja, het huis op zich is eigenlijk mijn huis, maar door de op. Zo binnen en dalen. Ja, ja. Het huis is 100 jaar oud. Oké, en die net zie je die kozijnen, die zijn. Ja, dit zijn nog de oude kozijnen. Ja. Maar oh, die gaat die zo op kleur, dus helemaal kaal gemaakt in ieder geval, dat zie ik wel. En dan gewoon op een, die kleur erop gezet. Nee, niks. Nee, dat is gewoon dat was de hout, oké. Gewoon hout, ik ben het liefste van de pure materialen. Hè? Ja, dan zijn die toch nog redelijk goed gebleven eigenlijk al die jaren, niet? Maar hier had ik wel een afdak die zit, hè? Ja, dat is goed. Hier had vroeger ook een ander afdak, maar daar heb ik er afgehaald en dit er gemaakt. Nou ja, dan ben je wel even braaf mee, met zo'n... En dan doe ik eigenlijk op zaak alles alleen, of ja, misschien tweeën. Je probeert, het altijd zonder andere handjes te maken. Kijk, als er van mij bulke werk is, dan haal ik er wel vrienden bij. Of mijn jongste broer, dat is ook wel een handige gast. Ja, ja. Die heeft wel wat gemetseld hier. Hè? Kijk, dat ik maar zeggen, hier die planken erop slaan en die pannen erop leggen, dan zouden we daar met een paar man zijn. Hè? Ja, ja, dan schiet het ook een beetje op. Dat zijn allemaal stijgenplanken, zie ik. Ja, ja. Ja. En, maar hier, die eikenwerk, dat doe ik allemaal alleen. Waarom heb je die planken uit elkaar liggen? Is dat voor de beluchting? Of ja, is voor de krimp. In de winterdag zet het uit, maar dan zit het zo wat dicht. En in de zomerdag dan krimpen die planken. En dan ging ik erop staan. Ja. Kijk, en het is hier buiten, dus het hoeft hier niet geïsoleerd te zijn. Hè? Nee, dat is waar. Dan had ik dat zo niet kunnen maken. Maar door die deur, die kijk, combineert gewoon alles in ieder geval. Hmm. Ja. Kijk, die lamelletjes, die heb ik ook ooit zelf gemaakt. Vrotwerk, niet? Ja. Ja, dat is ook werk. Die heeft mij een duur. Je moet geduld hebben, zeg ik altijd. En dan kan je alles maken. En het zal ook wel eens ooit mislukken dat je wat net moet beginnen. Uiteraard. Ja, dat je denkt, uiteraard, hè, dat je gebeurt dat je iets verkeerd doet, maar ja, als je als je daar al een probleem van maakt, ik begin er nergens aan. Nee. Ja, ik denk dat je kan voorzien dat je geduld hebt. Hè. Door die wandelstok heb je allemaal. Dan heb je een spoor of heb je ook anders op je maakt anders zelf. Anders zelf. Vakantiewerk, ja. Dus ik ben de kerf aan mijn vandaag. Oh, ze gaat toch wel eens op vakantie? Ja, ja. Ja, ja, ook. De eerste jaren niet veel. Nee, dan hebben we hier altijd gewerkt. Ja. Maar... Nou, kan ik, doe ik te brengen één. Eén ding in het jaar, zou ik maar zeggen, valt ik onderhanden. Ja. En dan is het binnen een half jaar weer en dan is het ook mooi geweest, want dan worden de dagen korter en dan wil de s'avonds toch een beetje van hangen. Ja. En ja, je wordt er niet jonger op, dus je kan geen 20 uur per dag nog rondjouwen. Het gaat wel langzamer, maar ja. Het gaat allemaal wel langzamer, maar dat vind ik helemaal niet uit. Dat mag niet. Hoe had je hem toch gevonden, zo? Ja, via lijsten. Via lijsten? Ja, lijsten, sierlijsten. Kunt je maken. Oké. Okay. Want we zijn allebei eerder getrouwd geweest. Dus, ja. Toen heb ik de kamerbehang met de haak niet mooi afgesneden. En toen, die dochter van Jan en mijn dochter waren altijd al vriendin van de school af. Hè. En toen heb Jenny gezegd, je moet een lijst pakken. En dan, nou, Jenny naar de werkplaats staan, een lijst uitgezet, maar er waren nog helemaal niks. Hè. Dus, nee. Ja, en op een gegeven moment heb jij ze geplekt. En toen ben je blieft plekken. Eigenlijk wel, ja. En zo is het een beetje gegaan, ja. Dan bleef het maar. Ja, maakt ook maar af ook. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Nou, zijn we alweer 10 jaar samen. En we hebben ook nog altijd goede contacten in de ex, dus... Ja, dat kan. We hoeven verder niet over in de tijd te maar dat geeft dus. We zijn er allemaal bitter op geworden, zo moet ik het zeggen. Ja, we zijn een rondje gemaakt, hier ja, wel achter in de tuin. Oh, dat is goed. Ja. Of beginnen we weer binnen? Ja, dat is hier buiten beginnen. Nou ja, ik zou zeggen, leid ons rond. Ja.